binnen onze groep en dus ook binnen het Homelab werken we ook aan oplossingen om op een duurzame manier om te gaan met energie. Om zo dus de CO2-uitstoot verder te beperken. Vanuit Europa worden er strenge eisen opgelegd voor die CO2-uitstoot. En de lange termijn doelstelling is om tegen 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul te gaan herleiden. Door onder andere nog veel meer hernieuwbare energiebronnen te gaan integreren in ons energiesysteem. Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines. Maar er zijn nog een aantal uitdagingen om daar te geraken. En een van die uitdagingen is dat die hernieuwbare energiebronnen zeer variabel zijn in hun productie. Aangezien dat ze afhankelijk zijn van weersfactoren, tijdstip van de dag, de seizoenen. Dus je hebt oplossingen nodig om met die variabiliteit te kunnen omgaan. Bijvoorbeeld opslag van elektriciteit, maar dat is nog vrij duur als je bijvoorbeeld batterijen wil installeren. En een complementaire oplossing waar wij dan onder andere op werken zijn zogenaamde demand response diensten. En dat houdt in dat je een deel van het verbruik gaat verschuiven in de tijd naar momenten waarop er wel veel groene energie beschikbaar is. Het is al vrij gangbaar in de industrie, maar ook in een residentiële omgeving. Zoals hier zal het zeker interessanter worden in de toekomst. Bijvoorbeeld wanneer het principe van de terugdraaiende teller voor zonnepanelen wegvalt. Op dat moment wordt het echt interessant om je lokaal geproduceerde energie ook zoveel mogelijk lokaal te gaan verbruiken. In een residentiële omgeving, als je dan kijkt welke vermogens zijn er typisch flexibel. Dat zijn dat typisch systemen met bijvoorbeeld een thermische buffer, zoals elektrische boilers of warmtepompen. Elektrische voertuigen zijn interessant, omdat die uiteraard batterijen hebben en die kunnen eventueel ook energie teruggeven. Maar ook witgetoestellen, zoals bijvoorbeeld deze droogkast hier, kunnen interessant zijn, omdat die typisch vrij flexibel zijn in hun gebruik. Als je de was of de vaat in een vaatwas 's morgens insteekt, is het meestal wel oké als die 's avonds klaar is. Dus als het toestel geconnecteerd is en van op afstand kan aangestuurd worden, kan dan eigenlijk een energiemanagement systeem beslissen wanneer het beste moment is om het toestel effectief te starten. Hier hebben we een voorbeeld van zo'n toestel, waarbij je dan eigenlijk gemakkelijk op het toestel een bepaalde deadline kunt instellen tegen wanneer het de was in dit geval moet klaar zijn. Dus eenvoudig op het toestel zelf in te stellen. Geven dus een bepaalde deadline in, bijvoorbeeld 10 uur 's avonds. Je duwt op oké en op start. En dan geeft het toestel aan dat het wacht op een extern signaal om te starten. Als dat signaal er niet komt, zal het toestel uiteraard starten op het einde van de voorziene periode. Maar het kan dus ook al vroeger van op afstand gestart worden, bijvoorbeeld als er lokaal veel zonne-energie beschikbaar is. Het toestel is geconnecteerd, dus we kunnen het van op afstand gaan uitlezen en aansturen met een energiemanagement systeem. We hebben hier een eenvoudig voorbeeld. Je kan hier zien dat effectief de toestand van het toestel doorgegeven is en dat dus de mode nu start uitgesteld is en dat de deadline om klaar te zijn 10 uur 's avonds is. Hieronder hebben we dan een grafiek die een consumptie- en productieprofiel toont van een echte woning op een zonnige meidag. Met dus veel zonne-energie over de middag, maar ook een aantal belangrijke pieken aan verbruik 's avonds die dus eigenlijk buiten dat productieprofiel vallen, waarbij je dus ziet dat consumptie en productie eigenlijk niet perfect met elkaar matchen. Nu, in het geval van die droogkast kunnen we die match verbeteren, aangezien dus dat verbruik kan aangestuurd worden. En als we dan even versneld doorheen die dag lopen, dan zal het energiemanagement systeem eigenlijk gaan kijken wanneer is er significant meer zonne-energie beschikbaar lokaal dan dat er lokaal nodig is voor het verbruik. En op dat moment zal het toestel dan ook automatisch gestart worden. In dit voorbeeld is het nu rond 7:45 's morgens. En dus als we nog even wachten, dan zal het toestel starten. Thank you.